nog gestemd erop. Ja, moet je horen hoe die stem is. Met een zin uit. Nog steeds geweldig. Zo. De oude mengtafel. Tjonge, jonge. Ja. Ja, daar heb ik 7 jaar achter gezeten. Dag en nacht. Zag ik meer dan mijn vrouw en mijn kinderen. Goh. Ongelooflijk. Het Home is een heel groot succes geweest. Ik weet niet hoeveel, maar 1,5-2 miljoen minimaal hebben we ervan verkocht. Ja, ja. Zeker. Misschien nog wel meer zelfs. Maar dat is een heel groot succes geweest, ja. Ja. Ja, de Venus natuurlijk. Want dat was de trekker. Wel briljant hoor, dat die gozer dat schreef. En een goede producer. Hij produceerde het ook, hè. Hij had het volledig in zijn hoofd. Hoe die, als hij een liedje begon in de studio, wist hij exact waar hij wilde eindigen. Dat hoorde hij al lang in zijn hoofd. Knap hoor. Ja, heel bijzonder jongens, hoor. Er worden maar eens in de zoveel generatie voor zo iemand geboren, ja. Robby is een heel aparte man. Een heel apart in letterlijke zin. Een Einzelganger, zeg maar. Hij weet precies wat hij wil. Je zal hem ook nooit zien op Brown of de partijen en gebeurtenissen of wat dan ook. Robby doet het liefste niks, denk ik, moet jij ja, lezen. En volgen wat er in de wereld gebeurt. Componeren doet hij ook niet meer. Zou me ook niet verbazen als Robby ook nooit bij de gitaar zou aanraken. De country gitaar. Gaat het over in rock. En op de achtergrond hoor je Kees Schuimans met de piano. De filosofie van het album, dat is volksmuziek. En dat was volksmuziek uit alle windstreken. Dus ik heb Spaans, ik heb Grieks, Israëlisch. Ik heb uiteraard natuurlijk Amerikaanse volksmuziek. Ik heb alles gebruikt om invloeden daarvan gebruikt voor het album. Have you heard the latest? The latest of the song. It's about them little bo weevils picked up both feet and gone. Looking for a home. Just looking for a home. Kijk, de originele uitvoeringen die hebben allemaal deze feel dit. De oude uitvoering. En ik wilde meer rock'n'roll doen. En dat was dit. Mm-hmm.
Den Haag was de grootste beatstad van Nederland en Robbie speelde daar een prominente rol in. Ik had hem al gezien als klein jongetje van 14, 15 bij, in het voorprogramma van de Rolling Stones. Had hij met de Ricochets, speelde hij daar. En daarna ging hij dus de Mojo's oprichten en dat werd gevolgd door, eigenlijk door iedereen. Robbie van Leeuwen speelde in een zaaltje ergens bij het Circusgebouw, wat nu het Circus Theater is. En daar ben ik gaan kijken, was de eerste keer dat ik Robbie zag spelen. En daar was ik zeer van onder de indruk. Heel klein, eigenwijs gozertje die heel goed gitaar stond te spelen. En toen is hij eigenlijk bij het bandje waar ik al min of meer manager van was, maar dat woord bestond nog niet in die tijd, hebben we hem erbij gehaald bij de Motions. En vervolgens is uit de Motions is dan weer Shock and Blue gegroeid. Ja. But these are wasted words, only wasted words. Wasted Words was een nummer van Robbie. Was toen best een hele bekende groep. En wat hij mij verteld heeft, waarom ben jij eigenlijk uit de Mojo's gegaan? Want jullie waren een hele succesvolle band. Maar hij zegt, mijn grootste drijfveer, en dat wist ik, weet ik dat ik met de Mojo's niet kan bereiken, ik wil internationaal. En zijn jullie van plan om in het Nederlands te vertalen, om op te nemen nog? Nou, dat ligt aan het succes, maar hij wordt dus ook al in Amerika uitgebracht, doordat hij in het Engels is. Robbie was gewoon een genius. Wat zo goed bij hem was, hij luisterde ongelooflijk veel naar de meest rare artiesten uit Amerika. Dat vond ik zo briljant, want dan had hij weer een plaat waar ik echt nog nooit van gehoord had. En dan zei hij van, moet je luisteren dat, en dan moet je luisteren naar dat en zo. Dat vond ik echt briljant. Ten eerste is dat natuurlijk heel goed, want je moet natuurlijk heel breed zijn wat je allemaal weet, voordat je zelf kan zeggen, van, nee, ik ga dat of dat doen. Ja, je hoort dus hier gewoon dat het slagwerk heel krachtig is en de zang met veel power gezongen. Just 2 september 1968 hadden wij op een maandagavond, als de top 40 bekend werd, die maandagavond hadden wij een feestje omdat Golden Earring nummer 1 stond, de eerste nummer 1 in hun carrière, Dong Dikkie Dong, in de Funtushoeve in Loosdrecht. Dat was een lokaal waar vaak jonge nieuwe bandjes speelden. Dat trad op een bandje. Het was een leuk bandje. Maar het leukste van het leuke bandje was dat ervoor stond een heel leuk meisje. Die heel goed kon zingen. En dat was Mariska Veres. Ik was die avond volledig gebiologeerd op Mariska. Ik vond het geweldig hoe ze eruit zag, hoe ze zong. Ook haar kleding dacht ik al van wauw, weet je, die snapt echt hoe ze zichzelf goed moet kleden. En toen zei ik tegen haar van, ik zou graag met je willen praten, bla bla bla. Maar ze was in eerste instantie eigenlijk afwijzend. Want ze, ja, want ze vond het bandje waar ze nu in zat heel erg leuk en bla 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 enzovoort enzovoort. En toen heb ik afgesproken bij haar thuis met haar vader en haar moeder. Ik zei, dan leg ik het aan je ouders uit en aan jou nog een keer uit. Dus de volgende dag ben ik gelijk in Den Haag, want daar kwam ze vandaan. Ben ik met haar gaan praten. Nou, met haar vader was het een beetje moeilijk, want hij is een Hongaar die zo'n zigeunerorkest had. En die sprak alleen Hongaars. Haar moeder is Duitse en dat ging dan wel. Dus ik heb het uitgelegd. Nou, toen mocht ze dan een keer met ons mee. Maar dat was, ze was ongelooflijk beschermd opgevoed. De eerste keer dat ik Mariska ontmoette, dat was bij mij thuis. Dat was om te kijken of we muzikaal, of dat zou klikken tussen ons. En toen zei ik, kan je misschien iets Israëlisch zingen? Toen zei ze, ja hoor. En toen zong ze Haven de Kiele Haven, dat is een oud Jiddisch lied. En dat klonk fantastisch. Dus toen wist ik gelijk dat zij degene was die ik moest hebben. Ik weet de eerste keer dat ze bij mij thuis kwam. En ze deed haar mond open. En ik wist niet wat ik hoorde. En ik ben eerlijk, ik was in het begin helemaal niet zo voorstander van een zangeres. Want dat was in Nederland nog helemaal, dat werd niet gedaan. Moet je nou wel een zangeres nemen? Kan dat wat worden met een zangeres? Maar toen ik haar stem hoorde, dat was en de verschijning. Ja, dit is Grieks.
dat ze hier zich inhoudt en niet volgeeft. En ja, in vergelijking met Bol Weevil, waar ze de echte power erin gooit, is dat heel opvallend. En dat is allemaal coaching geweest van hem even stoppen. Dat is allemaal gewoon coaching geweest. Hoe gaat ze zingen? En het gaat niet zoals tegenwoordig zin voor zin. Het is gewoon, het hele nummer werd in één keer opgenomen. Konden we ook niet anders, want we konden dat niet moeilijk in stukjes doen. Dus ja, en tegenwoordig is met vocal stretches en wordt alles netjes recht getrokken. Dat het in een mooie, dat alles glaszuiver is enzovoort. Maar dat ging gewoon allemaal in één keer. Don't be afraid, I'll show you. I'm a Woman zou eigenlijk de derde single worden. Maar net in die weken dat het opgenomen was, kregen we een eerste optreden in Duitsland. En toen we daar aankwamen, toen bleek dat een hele grote discotheek te zijn. En dat had ik nog nooit gezien. En toen ik dat de hele avond zo gadegeslagen had, toen wist ik dat eigenlijk de volgende single niet zoiets zou moeten zijn, zoals I'm a Woman, maar een dansbaar nummer. En toen ik thuis kwam, toen ben ik gelijk aan de slag gegaan en daar rolde Venus uit. Zo is het gegaan.